In mijn hoofd staat een kilometers lange kolonne zwaar oorlogsmaterieel al dagen vast in de modder. Waar tot tien dagen geleden nog graanideeën gezaaid zouden worden. In een uithoek van mijn hersenstam waar het altijd vier voor de prijs van drie is. Maar het goedkoopste product was al gratis. Dus feitelijk is van korting geen sprake. In een winkelwagentje liggen drie clusterbommen en een molotovcocktail. Ik zoek naar een zelfscankassa. Maar men moet hier blijkbaar nog langs een cachère. Ik scheid mijn clusterbommen met een beurtbalkje van het halfje casino wit en de pakken vanillevla van mijn voorganger. In een rij vol oordelende blikken vraag ik me af: als oorlog je businessmodel is, mag je de BTW op Stalin-orgels dan aftrekken? Mijn clusterbommen geven hetzelfde bliepje als een pak knor wereldgerechten. Oorlog is ook maar een transactie. Als je donderop zegt, is de kans klein dat de ander ook daadwerkelijk opdondert. Ik schuif mijn clusterbommen en mijn Molotov-cocktail in een plastic tasje van 25 cent. Een bonnetje. Nee, dank u wel. De kamerplanten bij de servicebalie staren me verwijtend aan. Heeft iemand ooit berekend hoeveel bomen er zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog? Kwantificeert iemand het leed van het gebladerte? Planten zijn geen partij in de oorlogsstatistieken, omdat ze nooit ergens een gedenkteken voor de gevallenen op oprichten. En denk je eens in. Als ze er eenmaal per jaar een bloemenkrans zouden leggen, dan was dat dode ere met lijken. Het leukste aan leven is niet dood zijn. Als oorlog een transactie is, wiens kamer van koophandelnummer staat er dan op de factuur vermeld? De kolonne komt langzaam schokkend in beweging. Gedachten ratelen als rupsbanden door de ontdooide permafrost. Dit jaar geen oprukkend graan, maar nederzettingen. Waarin alle haast achtergelaten kamerplanten de dienst uitmaken. Deze oorlog is een winstwaarschuwing. We weten niet of onze huidige groeikurve de winter haalt. Uit voorzorg haal ik een clusterbom uit mijn tasje, rol mijn mouw op en gooi hem met een perfecte hoek van 45 graden in zuidoostelijke richting. No plants were harmed during the making of this poem. Oorlog is een datumprikker met maar één optie. De afspraak gaat ook door als je eigenlijk al iets anders had. Dankjewel.